Goedenavond kijkers VB Ameide TV. Hartelijk welkom bij deze, jawel, let op, bijzondere aflevering van het Pupil van de Week interview. Want het is het 50ste aflevering van het Pupil van de Week interview. Hartelijk bedankt iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, Naast mij zit Mats, die is vandaag Pupil van de Week. Dit is een beetje jammer, maar goed, dat doen we dan dat sjaaltje een beetje zo ervoor. Hé hey vriend, vertel even. Hartstikke leuk dat jij bij mij in die uitzending bent nou, een mijlpaal dit. Stel me even voor. Ik ben Mats, ik ben 10 jaar, ik speel in de D2. D2, kijk. En gaat dat goed? Ja hoor. Mooi. Wie zijn de trainers? Erik Slob en Martijn Muilwijk. Oké. Nou, ik weet toevallig dat je elke zaterdagmiddag als voetbal komt kijken met deze. Dat vind ik zo heel leuk. Daar hou ik van. Dus hey, nou ben ik, ja, ik vroeg al eens gekeken bij jou en nou heb jij denk ik het mooiste moment uit je voetbalcarrière, heb jij misschien nog meegemaakt? Ja, maar verleden jaar was ik scheidsrechter bij jou. En toen viel jij 5 minuten voor tijd in, 2 en 8. Jullie moesten winnen om kampioen te worden. En wat gebeurde? Ik scoorde 3 keer. Ja, 2 keer. Maar dat was voldoende voor de overwinning en voor het kampioenschap. Ja. Dat was een mooi moment, hè? Mooi. Dus en van de rest hobby's buiten voetbal? Buiten spelen, ja, en dan nog beetje gamen? Ja. Hey, ja, meneer, jij van Ajax bent, maar daar komt niet door je vallen, want die is voor Utrecht, toch? Ja, Ajax doet wel ietsje beter dan Utrecht, maar goed. Nou, is het zaterdag of zondag Ajax-Utrecht? Daar ga ik naartoe, ja. Ja, wat gaat het worden? 0-3 voor Utrecht. Nou, mooi niet uit, dat zien we niet. Ajax, dat heel niet belangrijk, want het is belangrijk wat Ameide gaat doen, hè. Dus, maar goed, voordat we daarin gaan, je zit op school? Ja. En wat is jouw favoriete wakkerschool? Gym. Gym, dat zeggen we allemaal. En waar rij je in één keer al? Begrijp het lezen zeker? Ja, dat dacht ik al. Hoe kan het ook anders? Dus, hey, en van de rest, je lievelingseten? Spaghetti. Spaghetti, lekker. En wat kan mama nou absoluut niet koken? Mm. Wat is nou echt niet te eten? Weet je niet? Nee. Nou, je moet ik in alles koken? Nou, niet alles, maar... Oh, nou, mooi. Schuif ik nog een keer en binnenkort een keertje al. Hey, mooi. Hey, van de rest nog bijzonderheden? Nee, nee, goed, niet alles lekker dat gemakje. Mooi. Hij is al terug tegen Groot-Lind. Ja, Ameide, dat zit in de flow. Dat is echt bizar, hè? Alles wordt gewonnen de laatste tijd. We staan derde nu. En dan komt Groot-Lind, die staan vierde. Wat denk je dat het gaat worden? 3-0 voor Ameide. 3-0 voor Ameide. Nou, het is heel simpel, want als we winnen, nou, dan kan het wel eens een heel mooi seizoen worden. Dan stiekem, ja, we moeten niet te ver vooruit kijken. Want als hij nou nog een paar keer wint, dan kun je periodekampioen worden. Dan kun je weer na competitie gaan spelen. Nou, als dat nou eens gaat lukken en dan tegen mijn kerk, want dat gaat niet zo goed. Dat vind ik heerlijk om te zien. Dat is, die bakken er niks van. Hè? Nou, dat zou wel een mooi potje zijn. Ja. Dus dan kom je zeker kijken. Nou, Massie zegt 3-0. Ik vertreed een mooie uitslag. We gaan ervoor. 3 uur spelen we. Massie doet de aftrap. Tot dan en hartelijk leuk dat jullie keken naar de 50ste aflevering van het Pupil van de Week interview. Tot zaterdag. Ja kijkers, en net in dat Pupil van de Week interview vergat ik nog iets. Maar aanstaande zaterdag 4 november, na de wedstrijd Ameide Groot-Lind, die we ongetwijfeld winnend afgesluiten, is het bierfestival op VW Ameide. In de kantine, met een lekkere gezellige DJ die muziekjes draait, biertjes erbij, broodjes worst. En dat is voor alle leden, ik denk wel dat je 18 moet zijn. Tot dan, we maken er een gezellige dag van. Your love.